Oké, derde hotel krijgen we snel binnenkort. Woe! Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Dus oké, ik heb het hier eigenlijk nog nooit over gehad. Maar mijn vader zat dus eerst in de restaurantbusiness. En ons restaurant was gewoon verkozen tot het tweede beste Chinese restaurant van heel Nederland. Wat toch best gaaf is. En hier even een plaatje van hoe het er een beetje uitzag. Maar oké, hij is dus een tijdje geleden overgestapt naar de hotelbusiness. En na het eerste hotel in Amsterdam, Hotel Espresso. Hier is dus een foto daarvan. Bouwde hij dus het tweede hotel wat Urban Lodge heet. Het is zo'n 3 maanden geleden open gegaan en het ligt ook vlakbij Amsterdam. En dat doet het nu dus ook heel goed. Hier een foto van de buitenkant. En hier een foto van de binnenkant. Maar het derde hotel komt er dus binnen een jaartje aan. En gaat het Prins Hendriks Hotel heten. Hier kan ik natuurlijk nog geen foto's van laten zien. Want ja, het staat er nog niet. Maar ik heb hier een speciale doos. Wat ik straks even ga showen. Want daar zit de shit in van het nieuwe hotel. Dit hotel wordt trouwens wel de kleinste van de drie. Want de eerste heeft zo'n 70 kamers. De tweede 125. En deze maar 25. Maar dat komt doordat het een 4-sterren boutique hotel wordt. Maak je geen zorgen, ik had ook echt geen idee wat dat betekende. Ik citeer even van Wikipedia. Boutique hotel is een populaire term voor een hotel dat een luxueuze, eigenzinnige, maar ook intieme sfeer heeft. Dit hotel zal ook weer in Amsterdam gaan staan. En voor degenen die Amsterdam kennen, tegenover Sea Palace. Het eerste hotel dat ik liet zien was trouwens een 3-sterren hotel. Het tweede een 4-sterren hotel. En dit wordt dus een 4-sterren boutique hotel. Maar wacht, nu zul je waarschijnlijk denken. Een hotel met 25 kamers. Kan je daar veel winst mee maken? Maar omdat het een boutique hotel is, kan je verwachten dat de prijzen ongeveer dubbel zoveel worden. Maar oké, jullie zijn nu vast benieuwd wat er in die doos zit. Oeh. Zada, oké, ik ga even wat meer naar achter, anders past die doos zowat niet op het scherm. Maar oké, in deze doos zit dus al het design shit voor het nieuwe hotel. Oké, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit wordt een beetje het thema van het hotel. Ik vind die stijl wel lekker chic uitzien. Maar er is dus ook meer speciale shit. Want ik hoop dat jullie het kunnen zien, maar focus op. Nou, dit is dus een badkamer die in je slaapkamer staat. Natuurlijk ook vet, maar daar zullen er niet al te veel van zijn. Maximaal 2. Maar oké, als jullie zouden willen, zou ik daar een soort hoteltour kunnen gaan doen wanneer het open gaat. Ik kan dat trouwens nu ook al gaan doen van de andere hotels. Dus laat het weten als jullie graag een hoteltour zouden willen zien van het nieuwe hotel. Of ja, van de hotels die er al staan. En like deze video als je hem leuk vond. Abonneer als je er nog niet bent. En dan zien jullie later. Hey, shit! Out. Ik kwam er trouwens net achter dat dat design wat ik jullie net liet zien 70.000 euro kostte. Bruh. Am I Wolfpack? Improve by one.